Ergens in het Groesbeekse bos hangt in een oude eikenboom een grote kast. En in die kast wonen al meer dan 27 jaar bosuilen. Bosuilen beginnen vroeg met hun territoriumgedrag. Als wij Sinterklaas vieren, hoor je vaak al het bekende oehoe-geluid van de bosuil. Terwijl veel vogels in het zuiden overwinteren, begint voor de bosuil in Groesbeek in februari al het broedseizoen. Bent u ook benieuwd wat zich binnen en buiten de kast afspeelt? Kijk mee naar een nieuw seizoen van Nachtboek van een bosuil. We zitten nu in de eilegfase. Als de eieren nog niet bebroed zijn, kan het vrouwtje wel van het nest af. Dit doet ze dan ook regelmatig en soms ook langdurig. De bosuil zal pas beginnen te broeden als ze bijna alle eieren gelegd heeft en deze eieren komen vrijwel tegelijkertijd uit. Je ziet hier het mannetje links en het vrouwtje rechts. En een beetje gekibbel, niks menselijks, is ze vreemd. Nu zijn er 4 eieren gelegd en het ziet er naar uit dat het hierbij zal blijven. Het vrouwtje begint nu aan een marathon. Ze zal ongeveer 30 dagen broeden voordat de eerste uilskuikens zichtbaar zijn. Ze zit vele uren per dag op de eieren en verlaat het nest alleen om braakballen en ontlasting kwijt te raken. Alleen het vrouwtje broedt de eieren uit. Het mannetje voert het voedsel aan en vaak zijn dat muizen en soms ook een vogel. Smullen met huid en haar en het staartje bewaart ze voor het laatst. Veertien dagen geleden werd het eerste ei gelegd. En een verrassing, er ligt een 5e ei. Als alle eieren uitkomen, krijgen we een nakomeling. Als er tenminste voldoende voedsel is. Op dit moment is voedsel geen probleem. Het mannetje is de kostganger. Hij zorgt ervoor dat het vrouwtje tijdens het broeden voldoende eten krijgt. Het vrouwtje verlaat het nest minimaal 1 keer per nacht, soms 2 of 3 keer. Bosuilen zijn monogaam en hebben een band voor het leven. Ze kunnen oud worden. De oudste geringde bosuil was 21 jaar en 6 maanden. De gemiddelde leeftijd zit tussen de 10 en 15 jaar. Als het mannetje de muis aan het vrouwtje geeft, gaat dat met gesloten ogen. En dit om oogbeschadiging te voorkomen. En ja, ze vindt de muizen nog steeds lekker. Het is inmiddels 22 dagen geleden dat het eerste ei gelegd is. De bosuil is meestal in de schemer en in de nacht actief, dus filmen we met infrarood. Dat is ook de reden dat de beelden vaak zwart-wit zijn. Maar overdag valt er soms wat zonlicht door de invliegopening en kunnen we kleurenbeelden maken. Het vrouwtje is overdag veel aan het rusten, besteedt veel zorg aan haar veren en koestert haar eieren met heel veel moederlijke zorg. Deze fase kenmerkt zich door rust en geduld. Even de cijfers op een rij op 7 maart. 29 dagen geleden is het eerste ei gelegd. 19 dagen geleden het laatste ei. In totaal 5 eieren. En ze is ongeveer 588 uur aan het broeden. Ze heeft 51 muizen gegeten en 2 vogels. Eind volgende week worden, als het goed is, de eerste jongen geboren. In de afgelopen jaren was het broedsucces minder in deze bosuilenkast. Het vrouwtje in dit territorium was behoorlijk op leeftijd, maar wilde nog geen plaats maken voor haar rivalen. Dit jaar is ze niet meer in de kast verschenen en maken we kennis met het nieuwe vrouwtje. Ze is best een oogvlieger om maar liefst meteen 5 eieren te produceren. Bosuilen lijken soms vrij forse vogels, maar onder de enorme hoeveelheid veren bevindt zich eigenlijk een kleine vogel. Het gewicht van een volwassen bosuilen is 400 tot 550 gram en het vrouwtje weegt het zwaarste. Soms denk ik wel eens, zou ze weten dat we meekijken? Het moment waar we met z'n allen naar hebben uitgekeken is aangebroken en ons geduld wordt beloond. Er zijn kuikens geboren. Op dit moment zijn er tot 3. De jongen worden blind geboren. Het vrouwtje houdt de muis stevig vast in haar poot en scheurt het vlees van de muis af. Ze houdt deze tegen de snavel van de jongen en zo kunnen ze op de tast het voedsel vinden. Op deze opname is de eitand nog net zichtbaar. Dat is dat witte puntje op de snavel. De eitand gebruikt het kuiken om het ei te openen. Na een paar dagen verdwijnt deze eitand. Geniet van dit voerfilmpje. Ik heb eigenlijk nooit geweten dat er ook spaghetti in muizen zit. Bosuilmannetjes zijn soms echte klungels. Het vrouwtje heeft net de kast verlaten als het mannetje een muis kon brengen. Hij ziet dat het vrouwtje er niet is en besluit om de jongen zelf te gaan voeren.
Daar waar het vrouwtje voor de jongen hapklare brokjes maakt, biedt het mannetje complete muizen aan. Verbaasd kijkt hij om zich heen als ze niet toehappen. Zonder gevoel voor verhoudingen probeert hij het nog een keer en slaat ze nog net niet met de muis om de oren. De mythe van de wijze uil gaat niet op voor dit mannetje. Hij is in een bepaald opzicht een echte klungel, maar tegelijkertijd ook een toppredator. Ik ben fan van hem. We zijn niet op Antarctica, maar nog steeds in de uilenkast. De drie uilskuikens zitten dicht tegen elkaar, lekker warm en zo kunnen ze een beetje rechtop zitten zonder om te vallen. Dan opeens zie ik rechtsonder een vierde kopje. We hebben een nakomertje, maar liefst 9 dagen later geboren. Het is spannend, ook voor de nakomer. Op dit moment is voedsel geen probleem. Het mannetje is te kost gangen. Hij zorgt ervoor dat het vrouwtje en de kuikens genoeg te eten krijgen. De nachten kunnen nog koud zijn, maar gelukkig zijn de uilskuikens goed beschermd door het fijne dons en worden ze niet pielekes nachts geboren. Op deze opname schijnt de zon naar binnen en zien we een vredig tafereel. Samen gezellig eten en we zien hoe een muis gefileerd wordt en alle onderdelen opgaan. De oudste uilskuikens zijn nu 10 dagen oud en over een paar dagen verslinden ze een hele muis. Smakelijk eten! Ja hoor, we worden bespied. Ik zie jullie wel. Het lijkt erop dat ze ons doorhebben. De uilskuikens gaan nu samenwerken. In uilentaal is aangegeven dat ze kunnen beginnen met graafwerkzaamheden. Doel is om de camera dicht te storten. Doe nog maar een vrachtje erbij, wordt er geroepen. Nee, niet op mij. Stop maar, zo is het genoeg. Nu eerst een muisje. De oudste uilskuikens zijn nu 15 dagen. Het vrouwtje blijft ook overdag nog steeds in de kast en 's nacht jaagt ze volop mee. Overdag een beetje slapen en suffen. Ze zijn vooral aan het poetsen, soms erg aandoenlijk zoals op dit filmpje te zien. Ik denk dat er een paar vrouwtjesuilen geboren zijn. De vrouwtjes hebben namelijk dikkere poten dan de mannetjes. Instinctief weten ze dat de muis eerst met het hoofd naar binnen moet. De nakomer zoekt dekking, maar kan niet voorkomen dat hij, zij een paar muizentikjes krijgt. Ze slikken en slaan de muis letterlijk naar binnen. 16 dagen oud zijn ze hier als ze aan hun eerste hele muis beginnen. Een droge hap. Welk sausje zou iets toevoegen of gewoon een goed glas wijn erbij? Nu zien we dat de nakomer, 10 dagen oud, wordt gevoerd door het vrouwtje. De drie oudste uilskuikens zijn nu 19 dagen oud en ze groeien snel. Ze hebben net alle drie zelfstandig een eigen muis gegeten en kunnen geen pap meer zeggen. Het weer is gunstig en het vrouwtje verlaat nu meerdere malen per nacht het nest om mee te jagen. De hongerige kuikens vragen steeds meer voedsel. Het vrouwtje is net wat sterker en zwaarder dan het mannetje en kan wat makkelijker zwaardere prooidieren vangen. We gaan kijken wat dat gaat opleveren. Met veel elegantie strijkt ze haar veren. De nek van een uil heeft 14 wervels. En die wervels zorgen ervoor dat de uil zijn kop 270 graden kan laten draaien. En op dit filmpje is dit mooi te zien. Stel, je zit achter het stuur van een auto. Dan zou je geen spiegels nodig hebben. En kan je de passagier die recht achter je zit in de ogen kijken. Verdraaid handig toch? De uilskuikens hebben geslapen en zijn net wakker. Ze groeien als kool en maken soms al vliegoefeningen. Voor de oudste zal het niet lang meer duren voordat ze de stap naar de vliegopening maken. Uilskuikens gaan ook niet zomaar weg. Ze blijven nog even in de buurt, zittend op takken en soms op de grond. Ze klimmen ook wel weer zelf terug in de boom. Jonge bosuilen hebben dan ook de naam takkeling. Het is inmiddels meer dan 250 muizen geleden dat het vrouwtje ging broeden. Er schijnt maar geen eind aan te komen aan de stroommuizen. De jonge uilen wachten geduldig en kijken naar het vlieggat, want daar komt het voedsel vandaan. De nakomer maakt geen schijn van kans als het er echt op aankomt. Maar gelukkig is er op dit moment geen gebrek aan muizen. Kijk, het mannetje komt met een muis binnen. Je herkent hem ook aan die blik in zijn ogen. Hij heeft een flinke muis en de nakomer heeft trek. De muis wordt helemaal opgegeten, ook al denk je soms dat het niet past. Maar goed, hier kan de nakomeling voorlopig mee vooruit. Het eerste uitstapje is een feit. Zit je in de uitvliegopening en komt de druk van achteren? Dan kun je alleen maar naar voren. Zo beland je dan op de catwalk. Zo noem ik dat plankje waar de takkeling op zit en kunnen wij genieten van deze beelden.
Ik heb een paar mooie momenten achter elkaar gezet, zodat we het vertrek van de eerste takkeling kunnen zien. 34 dagen oud en op weg met zijn eerste klim naar boven. Hoog de boom in, want daar is het voedsel en roepen de volwassen bosuilen de takkeling. Eigenlijk wist ik het vorig jaar al toen ik mijn oude schoenen in de schuur aandeed. Ik schrok, want er zat iets in. Snel de schoen van me afschoppen en gelukkig, het leeft niet. Het zijn maar 3 eikels. Ik had dat al eerder meegemaakt. Een muis die eikels in mijn schoenen aan het verstoppen is als wintervoorraad. 2018 was een mastjaar. Een jaar waarin bomen veel eikels en beukennootjes produceren. Na zo'n jaar krijgen we veel muizen. Ze hebben immers veel te eten. Dit geldt trouwens ook voor zoogdieren zoals wilde zwijnen. Die gaan er goed gevuld de winter in. Hebben we veel muizen, dan profiteren het jaar erop de predatoren zoals vossen en bosuilen. Zo piekt elk soort mee in de cyclus van een notenrijk jaar. De takkelingen hebben vanmorgen om 6 uur besloten om vandaag nog in de nestkast te blijven. En ik inspecteer eerst mijn schoenen voordat ik ze aandoe. Op dit filmpje zien we hoe het vrouwtje de takkeling probeert te verleiden om uit de nestkast te komen. Ze houdt hem een lokketiske voor. In ons dialect betekent lokken, lokken. En in dit geval is het tiske de muis. De takkeling is nu 31 dagen oud en gaat er nog niet in mee. De honger is niet groot genoeg om het nest te verlaten. Eerst maar eens wennen aan een nieuwe wereld. Mooi zichtbaar en veilig vanuit het vlieggat van de nestkast. Een hoop gefladder en het eerste uitstapje is een feit. De takkeling ziet voor het eerst een andere wereld. Naar beneden kijkend, 2 totaal andere wezens op 4 poten. Het geluid kenden ze al en daarmee is de takkeling vertrouwd. En wij kennen ze onder de naam geiten. Deze takkeling gaat in een snel tempo de wereld ervaren. De afgelopen nacht was er druk vliegverkeer met veel voedsel. De jonge vogels zijn allemaal bezig met vliegoefeningen in de kast. Ze hebben er zin in. Laat de nacht maar weer beginnen. Maar deze takkeling gaat nog niet aan zijn reis beginnen en kruipt weer veilig terug in zijn nestkast. Broedsucces bestaat uit de eilegfase. Hoeveel eieren worden er gelegd? In deze kast 5. Uitkomfase. Hoeveel eieren komen eruit? 4 zijn er uitgekomen. En de uitvliegfase. Hoeveel vogels vliegen daadwerkelijk uit? En dat weten we binnenkort, maar vandaag blijven we nog even thuis. Doen we intrekken om de beste plaats? Blijf ons volgen. Het gaat nu snel gebeuren. Vastbesloten vertrekt de tweede takkeling. De andere is nog niet zo ver en hij gaat op de hoek van de ketvalk zitten slapen. Ondertussen wordt de nakomer niet vergeten. Heel bewust wordt hij nog gevoerd. Onze slaper wordt hier wakker van. Reageert even, maar valt weer in slaap. De takkeling heeft bijna een uur op het hoekje van de ketvalk zitten slapen. Als hij wakker wordt, maakt hij een misstap en stort een paar meter naar beneden. Dit moet bijna wel een mannetje zijn, maar gelukkig, hij komt op een tak terecht. Hij begint nu aan de klim naar boven en komt nog even langs. We zien dat het goed met hem gaat. Een waardig afscheid. Ik wens hem veel succes. Het is rustig geworden in de kast. 3 druktemakers hebben de kast verlaten en ik heb ze nog teruggezien hoog in de bomen verder in het bos. Onze nakomer is inmiddels 28 dagen oud en krijgt voldoende te eten. De veren groeien door en krijgen steeds meer tekening en kleur. Het verenpak lijkt een te groot harnas, maar zit heerlijk warm tijdens koude nachten. Hij heeft voldoende ruimte voor vliegoefeningen en is daar ook druk mee bezig. De voorbereiding van vertrek deze nacht? We weten het morgen. Er gebeuren op dit moment geen spectaculaire dingen bij de nakomer. Vandaar een filmpje uit de oude doos. De kwaliteit van de camera was toen een stuk minder, maar de situatie is hilarisch en dat wil ik nog even graag met jullie delen. De takkeling in de vliegopening is 31 dagen oud en staat bol van het eten. Als je in de vliegopening zit, word je als eerste gevoerd. De jongen in de kast komen pas aan bod als deze uil tot de nok toe vol zit. In de kast bedelen de andere uilen om voedsel, wat in ruime mate voorhanden is. Probleem echter, de ingang is geblokkeerd, maar uiteindelijk duwt het vrouwtje de takkeling naar binnen en kunnen de anderen gevoerd worden. Op dat moment gaat deze eigenwijze uil weer in de vliegopening zitten en wil het vrouwtje naar buiten. Dat levert hilarische beelden op. Je ziet de takkeling elke dag sterker worden. De dag duurt lang, want er is weinig activiteit.
Bij schemer wordt de nakomer actief. De takkeling staat te popelen om contact te krijgen met de oudere uilen. Afgelopen nacht zijn er maar liefst 4 muizen naar binnen gewerkt. De enige beperking nu is dat ze de hoge stap naar de vliegopening nog moet maken. En dit zal niet lang meer duren. Om 2:15 en na precies 456 muizen gaan we het bosuilennachtboek sluiten. Deze takkeling vindt de vliegopening en stapt vrij snel op de catwalk. Daar verblijft hij een tijdje, tot de misstap. Hij probeert zich in veiligheid te brengen met zijn snavel. Maar dat lukt niet. Hij hangt op de kop en blijft zo ongeveer een half uur hangen. De vermoeidheid gaat toeslaan. Niet opgeven. Nog met 1 poot? Nee, hij stort naar beneden. Overigens maar 20 centimeter. Maar goed, dat kon de takkeling niet weten. Als de jonge bosuilen ongeveer 50 dagen oud zijn, beginnen ze korte vluchten te maken. In totaal duurt het zo'n 2 maanden voordat de jongen zelf in staat zijn een prooi te vangen. Ze gaan nog een hoop leren. Dit bosuilenjaar was tot nog toe zeer succesvol. We hebben met elkaar kunnen genieten van mooie, maar ook leerzame en unieke beelden. En ik wil jullie bedanken voor de reacties en opmerkingen. En ik ga mijn oude schoenen aandoen en de kast schoonmaken.